Nog 100 meter? 50 meter nog? Startgevallen paarden onderweg. En de leiding wordt genomen aan de binnenzijde door Dutch Buitenzorg. Aan de buitenzijde, echter, komt hij onder druk van een aandringende Continental Lane. Maar Dutch Buitenzorg die lijkt in deze fase zeker niet van plan om zijn mooie positie prijs te geven. Jimmy Snijder houdt dus de leiding in handen. Op de tweede plaats erachter Continental Lane. En achter Continental Lane in derde stelling. Zo te zien, Chiquita GS. We hebben alle paarden achter elkaar als we halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan zijn. Met paard nummer drie, Dutch Buitenzorg hier aan kop van het veld. Op de tweede plaats, daarachter Continental Lane. In derde stelling is het dan Chiquita GS en de vierde plaats is voor Zept Legume. Achter Zept Legume komt dan in aansluitende vorm mee naar voren Bijou Cartouche. Achter Bijou Cartouche op een lengte of anderhalf vinden we dan terug Excellent Legume. Die heeft nog wel het een en ander goed te maken ten opzichte van de koppaarden. En achter Excellent Legume is er aansluiting voor Greta Postumus en zij rijdt in deze koers paard nummer 7, Attila. Langs de rechter twee rondes te gaan. Tempo niet al te hoog. En het is Dutch Buitenzorg die het tempo nog altijd mag bepalen. Dutch Buitenzorg misschien lekker fris geworden van het korte banen. Heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats erachter Continental Lane. En in derde stelling hebben we dan aan de binnenzijde Chiquita GS. De komt reactie. Want Mart Blankendaal acht de tijd rijp om zijn excellent legume in stelling te brengen. En ook gaat naar het tweede spoor daarvoor uit Chiquita GS. En dan moet handelaar een beslissing nemen. Maar voorlopig blijft hij nog even op de rug van de koploper zitten. Fred vertrouwt erop dat hij. Die hem een eentje gaat brengen. Maar nu acht hij toch de tijd rijp om met zijn tempo Het uh, ja, een beetje zwaardere koers ervan te gaan maken. Dan dat het tot nu toe was. We zijn halverwege de verre linkerbocht. En het is aan de binnenzijde. Dutch buitenzorg. Die de aanval van continent alleen weet te pareren. Tot op dit moment. Dutch buitenzorg gaat ogenschijnlijk heel gemakkelijk. Continent alleen aan de buitenkant. Daarachter is het dan aan de binnenzijde. Zepterlegum. Die schuift mooi op. En achter Zepterlegum komt er nu een aanval van Excelan Legum. En die gaat daarvoor het derde spoor nu opzoeken. Als we naar de overkant van de baan gaan voor de laatste maal. En Jimmy Snyder op dit moment. de zaken toch aardig onder controle heeft. Maar nu gaat de handelaar serieus aan het werk. En hij brengt Continent Alleen zo dadelijk schuin naast de koploper. En probeert hem dan te verschalken nog voor de laatste bocht. Maar dat valt niet mee, want aan de binnenzijde is die Dutch buitenzorg. Eh, toch een hele harde noot om te kraken. Onderaansporingen: eh, Continent Alleen aan de buitenzijde nu met een neusje voorsprong. En vanuit de start van het veld meldt zich daar Axela Legume in het derde spoor. Tweede spoor ook nog goed daarbij, Chiquita GS. We zijn halverwege de laatste bocht. En het is daar dat die Continent Alleen toch de leiding overneemt. Straks op het rechte stuk komt er misschien gevaar aan de buitenzijde van een opkomende Excellent Legu. Maar die laatste rechte lijn. Je bent ook zomaar thuis. En Fred Handelaar heeft dit meesterlijk getimed. Continent Alleen houdt stand en wint het. Het is de 4 voor de 2. De 5 en de 3. Close daarachter op de derde plaats. Tip van de dag. Maakt het hier volledig waar.